Welkom. Welkom bij het verhaal van Sander, een keertje niet heavy Unix tech, maar een keertje wat, wat meer speelgoed. Tussen aanhalingstekens het verhaal over Lego. En, ja, ik ben opgegroeid met Lego die je met alleen maar huisjes en autootjes kon bouwen, maar nu kan je er ook echte robots die echt iets doen. Ja, zeker. Ga je gang. Oké. Nou, ik ben Xander Soldaat. En ik ga het houden over Lego Mindstorms NXT, dus het robotica platform van Lego. Nou, ik ga het houden over een paar dingen. Ten eerste, wat is Mindstorms? En hoe kun je ermee bouwen? Ik heb wat leuke dingetjes meegenomen, zodat jullie een beetje kunnen zien. En wat kun je ermee bouwen? Hoe je dat ding kan programmeren? Wat erin zit? Ik heb er eentje meegenomen die uit elkaar is, en dan kun je een beetje van binnen kijken. Dat is ook wel leuk. En dan ga ik het houden over sensoren. Sensing the world. Nou, wat ik er voornamelijk mee doe. En waarom ik het doe. En verschillende soorten dingen waar je plekken waar je informatie kan krijgen over het platform zelf, zoals boeken, de communities. En aan het eind kun je vragen stellen. Het is vrij interactief. Als jullie vragen hebben, moet je het gewoon stellen. Dus ik ga er nu mee beginnen en gewoon onderbreken. Je hebt verschillende onderdelen. Je hebt het computertje, je hebt de draadjes, je hebt de motoren, sensoren. Ja, en een hele berg met Lego die je erbij krijgt. En Mindstorms is een beetje het paradepaardje van Lego qua technologie. Het wordt ook echt gepresenteerd door Lego als zeg maar het coole product. Daar ben ik het al mee eens eigenlijk. Dus, hoe kun je ermee bouwen? Nou, ja, zoals ik al zei, je hebt die NXT-brick, dat is zeg maar het computertje. Ik heb er eentje meegenomen. En ik heb ook nog wat andere dingen meegenomen. Sensoren en wat Lego. Dus jullie kunnen zien wat het is. Gewoon rond. Het zijn de sensoren. Nou, ik heb een aantal meegenomen. Zo ja, hier een motor. Volgens mij heb je dat eens een keer gezien. Nou, dit is een van de bricks. Nou, we zijn er gewoon. Kunnen een beetje zien wat het is. Nou, zoals ik al zei, het bestaat uit, je krijgt er een computertje bij, je krijgt er een zevental kabeltjes bij. Nou, waarom zeven? Nou, je hebt drie motoren en vier sensoren, dus het is wel handig als je ze allemaal tegelijk kan aansluiten. En je krijgt er dus een vrij groot assortiment Lego stenen bij. Dat is allemaal technisch Lego eigenlijk. En wat wij vaak, als we op demo's staan, dan krijgen we heel vaak de vraag van ouders van maar wat als als mijn kind iets groters wil gaan bouwen, moet ik dan een tweede doos kopen? Ja, die is stuk, staat ook op de achterkant. Ja, dat andere keer. En het leuke is, het is dus volledig compatible met standaard technisch Lego. Dus als jij zo'n set hebt en je wil er wat extra onderdelen bij hebben om nog iets groters te maken, dan kan dat dus heel erg gemakkelijk door gewoon naar de winkel toe te gaan en de grootste doos te kopen of zo, die Unimog die er net uit is van Lego bijvoorbeeld. En dat kun je dus heel prima combineren met elkaar. Ja, dan kun je hele mooie grote dingen bouwen of hele speciale dingen. Ja, het enige limitatie is het aantal lege steentjes dat je hebt en je fantasie. Nou, ik heb een aantal voorbeelden van wat ik ermee gebouwd heb. Dat is een lijnvolgrobotje, die heb ik hier bij me. Dit is een iets
nieuwere variant. Nou, deze is eigenlijk heel erg compact. Maar die je daaronder ziet, dat is dan een robotje die rondrijdt in een groot vierkant en die zoekt naar blikjes. En die haalt ze dan op en die drinkt ze dan ergens weg. Deze is best wel leuk geprogrammeerd. Deze heeft ook de meeste sensoren ooit die ik op één robot heb geprakt. Er zitten er volgens mij iets van 7 op. Dat is erg veel, dat is ook erg lastig programmeren. En deze was ook geprogrammeerd met een techniek dat heet subsumption. Dat is dus een soort behavior-based manier van programmeren. Dat je dus echt een gedrag, verschillende gedragsoorten programmeert in een robot. Dat is een interessante manier om te programmeren. Daar kan ik wel wat meer over vertellen als jullie geïnteresseerd zijn. Maar dat was voornamelijk gewoon een testplatform voor mij. Die lampjes die je daar ziet, dat is ook een sensor die je kan kopen. De Magic Wand. Ik weet niet of jullie het concept van persistence of vision kennen. Dat als je lampjes maar hard genoeg laat zien dat je een beeld mee kan maken. Nou, dat kan daar ook mee. Maar ik gebruik hem om te kunnen zien wat er in het brein van die robot aan de hand was. Zowel welke staat die was, welk gedrag op dat moment iets aan het doen was. Dus. Nou, dit ben ik op... Ik was toen erg in mijn sas, zeg maar. Dit was een heel grote robotarm die ik aan het bouwen was. Voor een display voor Lego World 2009. Ik was hem hier aan het aanpassen, want hij was niet helemaal goed. En zoals je ziet, er ligt echt onwijs veel Lego over de hele vloer. Dit was in een leeg kantoorpand waar we op dat moment aan het bouwen waren. Ik ging om een paar weekenden ging ik daar naartoe om te helpen. Ik heb de dingen ook mee naar huis gehaald om te programmeren. Dit ding was echt gigantisch groot. Dat ding wat je daaronder ziet was echt zo. En hij had een rijkwijde van ongeveer zo. Dus kon echt, als hij helemaal uitgestrekt was, dat is echt een gigantisch ding. Als je het ziet, is vrij groot, maar als je hem dan ziet waar hij was, daar staat hij. En dat was het hele ding wat op dat moment, waar we op dat moment mee bezig waren. Dat was voor Lego World 2009. Ja, dat was echt gigantisch. Dit was een waarheidssysteem zoals Lego dat ook heeft. Je ziet hier die robot, er zit hier een drietal robots die op rails rijden. En daar zit een armpje aan en die kan dus willekeurige plek een bakje uitpakken. Die kan aan de achterkant loopt een pad. En daar over dit pad rijdt een autootje. Of meerdere autootjes. En dat bakje wordt dan op het autootje gezet. En die rijdt dan helemaal rond. En op een gegeven moment komt die dan hier terecht. Komt die hier te staan. Nou, dan kan hij dat zien. Dan pakt hij dat bakje van het autootje af. En kippet hij dat om. In dit bakje hier. En het leuke was dat er was een kaartje en daar stond een kleurencode op. En dan kon het kindje, die kon dan het kaartje in een machine hier gooien. En dan konden ze zien of ze wat gewonnen hadden of niet. En het kindje kon met deze drie grote, hendels, konden ze zo echt zo helemaal verstellen. Konden ze kiezen welk bakje ze wilden hebben. Dus ze hadden helemaal de keuze welk bakje ze mochten hebben. Het werkte nagenoeg oké. Het was heel erg complex, dus we hadden wel wat issues. Lego is niet echt gemaakt om zo groot te werken. Dus je krijgt een hele rare dingen die de meeste mensen niet zien. Is echt verwrongen Lego. Ik was met die robot aan toen ik maar aan het programmeren was, had ik een fout gemaakt met initialisatie. En ik had heel veel vertraging hierin zitten in dat arm. En op een gegeven moment ging hij zo naar beneden. En toen zat hij vast hier. En toen ging hij zichzelf toch nog even hier zeg maar optillen. Nou, ik heb nog nooit zoveel tandwielen rond mijn ogen horen vliegen. Dat was echt. En daarna was ik zo'n 3 uur bezig om hem helemaal opnieuw te bouwen. Omdat ik hem wel heel erg stevig had gemaakt natuurlijk. Dus stevig betekent heel erg veel Lego en betekent heel erg veel pinnetjes die je eruit moet trekken. Ik heb het daarna wel wat aangepast, zodat ik maar een kwartier bezig was bij de volgende keer dat de tandwielen eruit vlogen. Dus
Maar dit was de exhibit op de Mindstorm stand voor 2009. Ja, dat is echt heel erg tof. Er heeft zo'n 5.500 manuur aan werk ingezeten, in principe programmeren en bouwen. En het ding paste in volgens mij iets van 48 verhuisdozen. En ja, dat was wel heel erg spectaculair om te noemen. Ja. Dat iemand op de gele frame staat, wat is dat? Dat had iets moeten doen, maar die robot die deed het niet helemaal lekker. Maar die had een, volgens mij een bakje opnieuw hier op een soort lopende bandje moeten zetten. Die haalde het dan van het karretje nadat het leeg gemaakt was. En dan kon dat weer teruggezet worden in het rek. Dat was het volgens mij. Ik weet niet helemaal precies zeker meer. Maar dat werkte niet helemaal lekker, dus dat werd meestal met de hand gedaan. Ik kwam er dus vast te zitten hier. Dat is echt vervelend. Maar dit hebben we dus ik heb maar een heel klein gedeelte hiervan gebouwd. Ik heb eigenlijk alleen maar die arm gedaan. En er waren drie andere jongens die eigenlijk het meeste werk hiervan gedaan hebben. Dat was wel heel erg tof. Maar je ziet, het is allemaal heel mooi glad. En het zijn allemaal van die hele kleine platte steentjes. Het zijn ongeveer volgens mij iets van 40.000 of zo die we er allemaal met de hand in hebben zitten duwen. Om ervoor te zorgen dat er geen stof tussen die kleine nopjes kan zitten. Dan moet je ze loshouden met je naam. Huh? Dan moet je ze loshouden met je naam. Nee, dat hoefde dus niet. Dat ding was zo gemaakt dat die helemaal uit elkaar kon in modules. Dus hij paste ook, elke module paste ook precies in zo'n verhuisdoos. En dat ging. Het grootste gedeelte ging dat goed totdat we vorig jaar DHL met de vier grote pallets aankwam, waarvan er vijf dozen misten. Jammer de bammer. Dus dat is wel heel erg jammer. Dus vorig jaar konden we hem niet laten zien. Dus we misten een aantal vrij fundamentele onderdelen. Ja, DHL had zoiets van, Lego had zoiets van, oh wel. Jammer. Gesponsord Lego dit? Ja, dit wordt zeer zeker door Lego gesponsord. Ja. Dit is een 400.000 onderdelen, dus dat is niet. Er zit volgens mij. Wat was. Dames, weet jij nog? Ja, dat zat echt. Het Lego wat je hier ziet, ik denk dat ongeveer 2/3 is van wat er daadwerkelijk ook, of misschien zelfs maar de helft van wat er ook echt gewoon door Lego gegeven was om dit te bouwen. Want je is over een periode van iets van 9 maanden of zo is het ontwikkeld. En er zit natuurlijk heel veel prototyping bij. Dus je hebt heel erg veel extra Lego nodig. Dus, maar die Lego hebben die jongens natuurlijk allemaal gehouden. En dat ligt nog steeds in dozen daarbij. En thuis hebben ze nog steeds niks mee gedaan bij jou. Dus, kun je, op een gegeven moment heb je gewoon zoveel Lego dat het gewoon niet meer te sorteren is. Zo'n kritische massa is dat. En op een gegeven moment dan kun je er niks meer mee. Ik heb zelf nu ook dat ik gewoon een bakje heb waar ik uit speel. En als ik iets nodig heb, dan pak ik dat en dan gooi ik dat in het bakje. En dan speel ik eigenlijk alleen maar met het Lego uit dat bakje. Ja, en er zijn jongens die hebben 20 keer zoveel als ik. En die doen het eigenlijk op dezelfde manier, maar die hebben misschien al 3 bakjes of zo. Dus, dit was vorig jaar. Dit is door jongens in de US gebouwd. Steven Hassenplug. En dit is Monster Chess. Dit is ook echt alleen maar Lego, het hele bord. Dus dit ding is volgens mij iets van 4 meter bij 4 meter. Al die dingen die kunnen ook echt gewoon bewegen. Dat paard, als dat beweegt, dan zie je die pootjes ook zo gaan. Ik kan daar straks wel wat video's van zoeken.
En die, je hebt de koningin en de koning, die bewegen ook met een staf en zo. Dat is allemaal heel imposant. Maar het gaafste is dat het ding ook echt helemaal bestuurbaar is. En hij kan ook zelf schaakspelen. En als dan een onderdeel, bijvoorbeeld dit onderdeel, het paard ergens heen moet, ja, dan moet dat toch wel op een of andere manier daar komen. Dus dan zie je al die stukken die gaan dan allemaal bewegen en dan zie je dat, het is echt ontzettend gaaf om te zien. Ik zal straks wel even een video zoeken. En hoe dat Monster Chess gewoon geprogrammeerd is en gemaakt is, is fantastisch. Nou, ze hebben dat voor Lego 2010. Hebben ze zeg maar het ding helemaal opnieuw nagebouwd hier in Nederland. En toen heeft dat ding dus ook op 2010 gestaan hier in Nederland. Hebben ze in de US gebouwd en hebben ze foto's gemaakt en alles. En dan vervolgens alle Lego heeft toen allemaal Lego gestuurd naar die drie jongens die ook het grootste gedeelte van het vorige ding hebben gemaakt. En helemaal nagebouwd in een paar weekenden. Dus dat is best wel cool. Nou, ik ben nu momenteel bezig met met iets voor Lego World 2011. Dus daarom had ik deze twee robotjes meegenomen. Dit zijn sumo robotjes. En ik zag aan het begin van het jaar zag ik iets heel cools. De Kinect was uitgekomen, waren drivers voor uitgekomen. OpenAI. En dat vond ik wel heel tof, want ik zag iemand die had een vrij rudimentair iets gemaakt zodat je een NXT kon aansturen met de Kinect. Ik dacht van, dat kan ik ook. Dus ik kwam toen met het idee om kinderen te laten, twee sumo-robotjes met elkaar te kunnen laten vechten. Door ze echt aan te sturen en dat ze dus ook gewoon, als ze winnen, dan gooien ze hun handen in de lucht en dan doet het robotje dat ook. Dus dat heb ik toen voorgelegd aan Lego, die vonden dat wel leuk. Dus die hebben mij een knik gegeven. En ik ben er nu druk mee bezig. Ik heb nog 5 weken of zo om het allemaal af te krijgen. En dat wordt een van de dingen die op de Lego World Mindstorms stand komt te staan. Ja, dat is wel heel erg leuk om dat soort dingen te bouwen. En als het een beetje goed loopt, dan... Kunnen ze hem nog eentje nabouwen en dan kunnen ze hem ergens anders gebruiken. Hoe programmeer je zo'n ding? Nou, er zijn verschillende manieren om dat te doen. Standaard krijg je NXTG. Dat is een grafische programmeertaal die je erbij krijgt. Ik kan het straks wel meer in detail laten zien. Het is echt je hebt een balk. Dat is zo'n technisch Lego balk, zoals je er net ook zag. En daar plaats je dus die blokken op. En het eerste blok wat je hier ziet, dat is de kleurensensor blok. Dat is heel makkelijk te zien dat het een kleurensensor is. En het tweede, dat is een motorblokje. Dat is dus om een motor aan te sturen. Dan kun je zeggen van, hier staat achteruit, voor eeuwig en altijd. Nou, het zal wel niet zo heel erg hard aanstaan, want het pijltje staat een beetje die kant op. Als je helemaal die kant op staat, dan gaat hij heel hard. Het blokje ernaast is wachten 30 seconden. Nou, het ziet eruit als een kookklokje, zo'n aftelklokje. Nou, dat D, dat is de speaker, dus een wafje afspelen of iets wat de NXT kan afspelen. En daarmee kun je dus ook dingen laten zeggen, zoals 1, 2, good job en dat soort dingen. Dat zit allemaal ingebouwd in NXTG. Dus dat is erg leuk. Dan kun je wat feedback geven of je kan een piepje maken of een liedje maken als je dat leuk vindt. En overigens is dat een lampblokje, niet een lichtsensorblokje. Kleursensor die kan zowel als lampje fungeren als... een kleurensensor. Dat kun je trouwens zien aan het pijltje. Het pijltje gaat naar uit, dus dat is een output. Dit is wachten tot je een bepaalde kleur hebt gedetecteerd. Komt dat wel? Ja, hij is de NXTG-expert.
Dat laatste blokje daar is, is ook een motorblokje. En daar, kijk, daar staat de motor veel harder aan. En hij draait ook maar een specifieke hoeveelheid graden. En hij gaat vooruit. Dus je ziet, het is echt heel erg duidelijk wat elk blokje doet. Het is ook heel erg intuïtief voor kinderen om mee te leren programmeren. Het is ook voor volwassenen die niet echt programmeren, die niet bekend zijn met programmeren, is dit echt is dit ideaal. Ik heb ik denk ongeveer een maand of zo mee geprogrammeerd. En ik vond het een beetje beperkend omdat ik al C kon, en, Perl en Python en weet ik veel wat. Ik vond het op een gegeven moment een beetje limiterend. Maar ja, je krijgt het er gratis bij, dus en het is een goede manier om het systeem te leren kennen. En ja, het is uitermate geschikt voor kinderen. Nou, dan heb je Robot C, dat is wat ik heel erg veel gebruik. Robot C is een C-achtige programmeertaal. Ik zeg C-achtig omdat dingen als pointers bestaan niet. Wennen, zeg maar. En het is niet gratis. Het is afhankelijk van of het een upgrade is, want er komt nu net een nieuwe versie uit. Ongeveer $80. Ja, dat klinkt misschien wel heel erg veel, maar ja, het valt best wel mee voor wat je ervoor krijgt eigenlijk. Dus, en die omgeving loopt op? Windows. Alles. NXTG loopt op Windows en Mac. Maar ja, het is heel erg simpel. Het is gewoon wiskunde. Linux, zo. Windows, zo. Dus het is niet de moeite waard voor hun om een multiplatform omgeving te pakken. Is het van Lego zelf? Nee. Robot C is van Carnegie Mellon University. En een onderdeel daarvan, van de Robotics Academy. En ja, die zijn heel erg gespecialiseerd in education. Robot C wordt wel door heel erg veel hardcore hobbyisten gebruikt, omdat het zo snel is en omdat het heel erg veel op C lijkt. Maar het is, ja, ik denk dat ik elke week wel een vraag zie van, ja, kunnen we ook een Linux-versie krijgen? En dan zeggen ze, ja, maar de markt is zo klein voor Linux, dat is voor ons niet commercieel interessant om daar een GUI en de compiler en alles en nog wat te porten en naar Linux doen. Maar gelukkig zijn er ook wel programmeeromgevingen die ook wel onder Linux werken. Dus die komen zo meteen. Ja, Robot C en NXTG en nog wat andere, dat zijn eigenlijk de enige die voor bijvoorbeeld de First Tech Challenge gebruikt mogen worden. Dat zijn hele grote wereldwijde robot competitions. En dan kun je eigenlijk alleen maar een aantal approved programmeertalen gebruiken. En daar valt Robot C ook onder. Die wordt ook door Lego zelf verkocht op hun website. Het is dus echt een education programma. En, waarom zit die beperking erop? Dat strijden dat er maar een paar. Waarschijnlijk zodat de judges niet 84.000 verschillende programmeertalen hoeven te leren. Dus simpelweg logistics. Het is niet te doen dat je aan een judge vraagt om NXOS, Legos, NXTG, LabVIEW. En ja, volgens mij zijn er iets van 10 verschillende
grote omgevingen en dan voor 85.000 kleinere. Dat is gewoon niet te doen. Waarom zou je niet zo'n code willen zien? Ja, ze willen zien dat er geen rare dingen in gebeuren. Dat er geen cheating spul in zit. Hoe kun je cheaten? Oh, afstandsbesturing. Awesome. Dat soort dingen. Maar ook gewoon omdat je punten krijgt voor hoe jouw code eruit ziet. Als jouw code er mooi uitziet en gedocumenteerd en weet ik veel wat, dan krijg je daar gewoon extra punten voor. Het is niet het enige waarop je gejudged wordt. Er zijn heel erg veel verschillende criteria. Maar één daarvan is dus gewoon de kwaliteit van je code. Dus ja, dan moeten ze ergens een standaard zetten natuurlijk. Want anders kun je, dan zit je appels en peren met elkaar te vergelijken de hele tijd. En je kan ook niet verwachten van elke judge dat ze al die talen natuurlijk kennen. Dat is gewoon niet mogelijk. Dus, maar zoals ik al zei, er zijn ook wel andere programmeeromgevingen. Dus NXC en BrickCC. NXC is de programmeertaal, BrickCC is de programmeeromgeving. Dat is ook weer een C-achtige programmeertaal. NXC staat ook voor Not Exactly C. En dat klopt ook wel ongeveer. Ook weer geen pointers, maar wel een hele hoop. De syntax is toch wel heel erg C-achtig. Je puntkomma's aan het eind van de zin en dat soort dingen. Het leuke is wel dat je de standaard Lego firmware kan gebruiken. Dat kan met Robot C bijvoorbeeld niet. Dan moet je een andere firmware opgooien. Niet dat dat zo dramatisch is. Ik denk dat je ongeveer 20 seconden kwijt bent om firmware te flashen. En het is nagenoeg foolproof. Ik heb er in elk geval nog nooit een issue gehad. En ik denk dat ik het nu al ongeveer 1000 keer gedaan heb. Maar wat het mooie van NXC is dat er ook een enhanced firmware is. Dat daar zitten een hele hoop bugfixes in die Lego niet doorgevoerd heeft of wil. Er zitten ook een hele hoop features bij die Lego niet wil implementeren of kan implementeren. Het mooie is wel dat de enhanced firmware backwards compatible is. Dus als jij er eentje hebt als vader kun je vaak legitimeren dat je een NXT set koopt voor je kind. Maar als je daar zelf wil mee gaan spelen, dan kun je dus de enhanced firmware erop zetten en dan kun je met NXC aan de slag en een hoop extra features unlocken, zeg maar. Terwijl je zoon nog steeds vrolijk met NXTG kan spelen. Dat kan dus niet met Robot C. Dus dat is op zich wel heel erg mooi. Nou, dan heb je Legos, dat is Java on your brick. Dat is een hele kleine Java firmware eigenlijk. Een hele kleine firmware waar een Java engine op zit. En dan kun je dus je programma's, die kun je daar compilen op je computer. Dat kan gewoon Linux, macOS, Windows. Kun je gewoon vanuit die clips. Ik weet niet of je dat kent, maar dat is zeg maar de of NetBeans. Kun je gewoon programmeren en dan kun je het uploaden naar je brick. En dan, dan kun je gewoon draaien. Dat is gewoon Legos en dat is onwijs snel. Niet zo snel als Robot C, maar de API is echt ongelooflijk mooi. Heel compleet. Je hebt ontzettend mooie classes hebben ze gebouwd voor navigatie. Er zijn ook specifieke classes voor navigeren met GPS of met kompas of met combinatie van verschillende sensoren. En dat is allemaal heel erg complex als je dat allemaal zelf moet doen. Met Robot C bijvoorbeeld, want die heeft een hele hoop van dat soort dingen, hebben ze dus niet. Maar Legos heeft dat dus wel. En het is net als NXC volledig open source, zonder de MPL library. NXC, die compiler, die draait wel onder macOS en Linux. Van BrickCC weet ik niet, het is in Delphi geprogrammeerd. Ik weet ook niet precies waarom, maar historische redenen. En volgens mij is dat de compiler onder Linux, maar ik weet het niet zeker. Free Pascal of zo kan het aan, maar ik weet het niet. Nou, ik heb misschien wel handig om eventjes. Ik heb een onwijs droge strot. Dus, ik kan wat robotjes laten zien nu, dat is misschien wel leuk. Dus als je het niet gaat doen.
Nou, dit is wel een hele leuke robot. Dit is, er zitten drie wielen onder. En dit is, dit heet een omni-wheel robot. Dus deze kan in principe alle kanten oprijden. Omdat die wieltjes zowel zo kunnen draaien, als zo. Zeker. Ik heb hem gisteravond weer heel snel iets in elkaar geknutseld. Ik heb nieuwe bloed gedaan. Bloed wieltjes? Omni-wheels. Omni-wheels. Ja. Nee, dat is niet standaard. Het wordt gemaakt door een... Het wordt gemaakt door een Australisch bedrijf die ze eigenlijk eerst maakten voor de industrie. Het zijn namelijk eigenlijk een soort lopende bandwieltjes. En ik werd toen gecontacteerd door de vroeger van... ja, ze zitten er wel aan te denken om dit voor Lego te gaan maken. En ben je geïnteresseerd in het helpen met het testen en het ontwikkelen? Dus ja, leuk. Dus ik heb toen een aantal prototypes gekregen. En ja, na een hele tijd van development zijn er deze wieltjes uitgekomen met een specifieke zachtheid van de rubber. Zodat je robotje heel veel grip heeft op een tafel of op tapijt, zodat het eigenlijk altijd wel werkt. En ze hebben er ook leuke kleurtjes aan gegeven, want de eerste prototypes waren erg saai en ook niet echt mooi. Dus en deze gaan binnenkort komen ze op de markt. En we zijn er volgens mij net een patch van 2000 van die wieltjes gemaakt. En aan het design zelf hebben ze niet heel erg veel veranderd, maar de hubjes die erin zitten, die hebben ze helemaal passend gemaakt voor Lego. En ja, Lego was ook echt. Die vond die wieltjes ontzettend gaaf. Er is ook een berg van die wieltjes richting Lego gegaan. En ja, wat er dan verder mee gebeurt, dat weet ik niet. Worden ze niet aangeklaagd door het patent? Nee. Dat hebben ze ook gevraagd, hoor. Lego Legal is nogal... Legal. Die zijn niet echt de vriendelijkste jongens. Maar dat moet ook wel. Nou, als ik aan het programmeren ben, dan heb ik... Zetten ze meestal zo gewoon in een rekje. Want eigenlijk, ja, ik bouw heel weinig robotjes eigenlijk. Meestal dan zit er gewoon een sensor op. En dan programmeer ik daarmee. Dus ik kan straks al wat sensoren laten zien. Dit is wel een van de... Deze vond mijn vrouw het handigst. Dit is de tweeter tafel. Daar zit een microfoontje op. En er zit een sensor op die je aan kan sluiten op je computer. En dan doet hij alsof hij een toetsenbord is. En wat hij doet is hij luistert naar een bepaalde threshold. En als dat meer dan zoveel keren per minuut gebeurt, dan stuurt hij een tweet via een programmaatje wat ik op mijn laptop heb kunnen draaien. En dan kunnen we zien of onze honden aan het blaffen waren. Dat is echt super handig. Wij dachten van, nou, de honden die blaffen wel een beetje. Is wel oké, die houden we op, maar op een gegeven moment. Niet dus. Toen we dat ding draaiden, zagen we een tweet. 176 barks in 8 minutes. 30 seconden later. 100 barks in, niet 30 seconden, maar 5 minuten later. 300 barks in 5 minutes. Het ging de hele tijd door terwijl we weg waren. Oh my god. Die honden waren dus constant aan het blaffen. Non-stop. De hele ochtend dat wij weg waren. Nadat ik dat ding had geïnstalleerd. Dus dat kan natuurlijk niet. Vinden de buren niet fijn. Dus het was wel handig om te weten. Dus dit is mijn vrouw haar favoriete robot. Dus ik heb hem ook echt gewoon nog steeds heel gehouden. Het schermpje is stuk. Daarom zit die sticker erop. Dus op zich was dat wel oké, want ik kan het toch niet nodig. Ik kon er niet zoveel mee. Dus maar mij heel houden. Dus, en aan het lampje hier kun je zien wat of die iets aan het detecteren is op dat moment. Of dat, wat de status is. Dus dat is wel leuk. Ik had ook de tweets staan ook volgens mij op mijn website. Maar dat weet ik niet meer zeker. Even kijken. Wat heb ik nog meer? Deze was wel leuk. Dit is een infrarood sensor.
En daarmee heb ik, ik heb hier zo'n pan en tilt ding van gebakken. Ik weet niet of je het kan zo bewegen. En dan had ik zo'n vlam of een kaars had ik ervoor gezet en die kon ik dan helemaal afscannen. En dan, op mijn, ik had een programmaatje gemaakt op mijn pc en dan kon ik dat, die data die daarvan binnenkwam, die kon ik dan helemaal mooi omzetten in een soort blauw naar rood. Dus echt zo van dat je de regenboog ziet en dat is net, net als een echte infrarood camera. Dat was wel leuk. Dus, dan kon je ook echt gewoon de temperatuurverschillen zien. De dingen zijn erg nauwkeurig. Alleen het probleem is dat als je van een afstand iets warms bekijkt, dat je heel erg veel uitstraling krijgt. Dus het is erg wazig. Je ziet wel, een, ziet wel dat het een vlam is, maar echt heel erg. Ik heb er ook nog met mijn gezicht voor gezeten. Het duurt echt gewoon 7 minuten om zo'n ding te uitkijken. Hij zit het 7 minuten stokstijf voor zo'n ding. Dan krijg je natuurlijk jeuk aan je neus en alles, maar dat was wel erg leuk. Dus ja, dan heb je die, dat is een Segway-achtige robot. Daar zit een gyroscoop in en die zit constant te meten wat zijn valsnelheid is. Laurens heeft er ook eentje gebouwd, die is veel groter en die is eigenlijk veel stabieler dan deze. Dat is deze. En dit was een afstudeerproject, of niet, voor school? Ja, voor de wijkstuk. Ja, wijkstuk. Ja, dat is wel leuk. En ja, deze hebben, daar heeft dan weer van die wieltjes, die speciale wieltjes, dus die kunnen eigenlijk een beetje zo. Maar die, we hebben een video dat, dat Laurens en ik die waren aan het spelen op een van de demo en dat het ding echt gewoon een meter of zo, zo zijwaarts een duw gaven en dat dit een zo'n mooi rolde en rechtop blijft staan. Dus, Maar laat het anders maar even aan. Laat het anders maar even aan. Dat kan beter. Ja, toch beter voor die. Oké, nou ja, als jullie kunnen zien. Ja. Nou, mooi. Dan doen we het zo. Maar volgens mij heeft een van jullie nog die brik. Ja, weet u. Die kapot was, die hele. Ja, nee, dat was die. Heb je hem stuk gemaakt? Ja. Oh. Nee, dit is. Ik zal hem wel even openen. Ik heb de schroefjes eruit gehaald. Ik vind het wel erg voorzichtig te doen, want hij is toch al stuk. Ja. Dit is het andere deel. Ja. What's inside the brick? Nou, er zit een kleine armprocessor in. Een arm 7. Ik zal het type nummer niet herhalen. Het klinkt niet veel, maar als je nagaat dat een programmaatje ongeveer, als je echt je best doet, tussen de 2 en de 8K is, ja, dan heb je eigenlijk meer dan genoeg ruimte. Nou, er zit de Bluetooth module, die zit, dat opstekende bordje wat erin zit. En nou, je hebt hier de arm. En hier heb je nog, er zitten 2 processortjes in. Er zit ook nog een Atmega in. En die doet eigenlijk, ja, eigenlijk al het moeilijke werk. Die praat met de sensoren. Die praat met de, die houdt de motoren bij. En eigenlijk wat de arm doet, die stuurt dat chipje aan. Die, die zegt van, ja, nu wil ik dat de motoren op 50% draaien. Of nu wil ik de data van... sensor de 4 weten. Dat die, ding. Die arm die loopt dus jouw userprogrammaatje. Ja. Je hebt eigenlijk geen directe toegang tot die Atmega. Die zijn wel met elkaar, die zijn, twee zijn met elkaar met, verbonden met een I-kwadraat C verbinding. En die loopt op hele hoge snelheden. Dus daar zit een constante poppen. En dat Atmegaatje die stuurt dan de rest aan.
Nou ja, je hebt hier drie motorpoorten en daarboven heb je vier sensorpoorten. De vierde sensorpoort is heel speciaal. Die heeft namelijk een dubbele functie, nou eigenlijk een drievoudige functionaliteit. Alle sensorpoorten kunnen zowel analoog als I²C. Nou, I²C is een digitaal communicatieprotocol, dat is erg industriestandaard eigenlijk. Er wordt heel veel gebruikt tussen devices, sensoren en een controller. Nou, poort nummer 4 kan ook nog RS-485 praten op hele hoge snelheid. RS-485 is een serieel protocol. Dus je kan heel gemakkelijk twee NXT's met elkaar verbinden door over RS-485 door gewoon die twee poorten met elkaar te lussen. Dus erg wel, erg leuk. Wat zeg je? Ja. Maar dan moet je ook kabels gaan slopen. Dan moet je? Kabels slopen. Ja, oké. En kijken voor kortsluitingen. Wat wel heel erg mooi is, als je NXT stuk is, doet Lego meestal niet zo heel erg moeilijk om hem om te wisselen. En dat is echt zo. Als jij je NXT uitfikt, en het is enigszins, ja kijk, als je er 220 op zet, dan kunnen ze dat wel zien. Maar als jij, meestal vervangen ze hem wel zonder eigenlijk te zeuren. Ook met motoren, sensoren, maakt allemaal niet uit. Als jij echt iets stuk maakt en je belt Lego Helpdesk, dan vervangen ze hem eigenlijk bijna altijd zonder gezeur. Dus het is een hele goede service. Nou, ik had al wat een en ander over sensoren verteld. Nou, hier kun je een paar foto's zien van de verschillende soorten die er zijn. Dat is een camera sensor, die is best wel cool. Die wordt gemaakt door Mind Sensors. Die kan je gebruiken om gekleurde objecten te tracken. Hij kan tot 8 objecten tegelijk tracken. Maar het is helemaal op kleur gebaseerd, of kleurenrange. Dus als jij zegt alles tussen dat donkere rood op het tapijt tot het lichte kleur op het tapijt, dat track je. Ja, dan zit je dus één grote massa. Maar als je bijvoorbeeld een blikje hebt, dan kun je er dan voor houden en dan kan hij dan dus ook gaan tracken. Dat had ik eerst met deze gedaan. Had ik een camera ingezet, zo'n NXT-cam. En dan kon ik dus gewoon mijn blikje laten tracken. Dat was wel heel erg cool. Dus dan kon ik echt gewoon een blikje volgen. Als je hem die kant op volgt, dan zeg ik nee, ging een cameraatje ook zo. Dus dat is ook wel een hele leuke. Die zit volgens mij hierop. Dan kun je een PS3... PS2 wireless controller dingen zien indouwen. En dan kun je dus met een PS2 controller kun je je robot aansturen. Dat is erg leuk. Die wordt ook gemaakt door Mind Sensors. Dus ja, ik heb even een paar avonden geleden dacht ik van, ik zou eens even een lijst maken wat je allemaal eigenlijk met je NXT kon doen. Dat is eigenlijk best wel heel erg veel. Alle verschillende dingen die je kan met sensoren kan zien of voelen of detecteren. Ja, kleuren, licht, geluid, druk. Er zijn barometersensoren, er zijn gewoon druksensoren. Flex, dus hoeveel is iets gebogen. Drukschakelaar, je kan vormen zien. Met bijvoorbeeld die NXT-kam. Afstand, er zijn heel veel sensoren die afstand kunnen meten.
Rotatiesensoren heb je ook nog. Acceleratiesensoren, temperatuur, positie. Dat is een GPS-sensor. Dat is wel heel erg tof. Met zo'n ding kun je natuurlijk ook hoogte meten. Dat kan ook met die barometersensor. Dat is best wel leuk. Er is een programmaatje voor, net als met een vliegtuig. Dan zie je dus dat ding, zo'n draaidingetje zie je, en dan zie je hoe hoog je bent. Want er is natuurlijk gewoon een relatie tussen hoogte en je druk. Dus dat is niet super nauwkeurig, maar het werkt wel. En je kan er ook je snelheid mee meten, die heb je ook nog. Vooral ook rotatiesnelheid, dat kun je heel gemakkelijk meten met een gyroscoop. Ja, je kan er echt alles wat los en vast zit, kun je ermee aansturen. Servo's, motors, lampjes, relais. Verzin het maar, je kan het er wel mee aansturen. Dus, is ook een sensor waarmee je 220 mee aan en uit kan schakelen. Ook de Dexter Industries, die maken wel vaker dat soort leuke dingetjes. Ja, en met communicatie, dat kan ook op een hele hoop verschillende manieren. Je kan via USB communiceren met die prik. En met XB, dat is dan wel een aftermarket sensor, maar dat kan ook. Wi-Fi, daar is ook een sensor voor. Bluetooth, dat zit ingebouwd. RS-485 zit ingebouwd, of infrarood. Ja, zo zijn er ongetwijfeld nog wel andere dingen waarmee je kan communiceren met de brik. Maar dit zijn zeg maar de standaard. Dit zijn zeg maar de belangrijkste. Dus ja, eigenlijk, er is maar weinig wat je er niet mee kan doen. Dus, Lego die maakt minder dan 10 sensoren. Ik wist niet precies hoeveel, maar is dat rond de 10. Mind Sensors, dat is een ander bedrijf, die zit in de US. Die maken er meer dan 20. Op een gegeven moment had ik geen zin meer om te tellen, toen ik al die pagina's afliep. En van, meer dan 20. Dat is een hoop. High Technic. Die maken er ongeveer 15, 16. High Technic is wel heel speciaal. High Technic is namelijk een van de weinigen die ook door Lego gecertificeerd is. Dat maakt het dus voor hun ook mogelijk om die mooie, als je kijkt naar die sensorbehuizing, dat is een vrij compact iets. High Technic mag die ook gebruiken, die vorm. Die witte gedeeltes ervan in elk geval. Ja, dat witte gedeelte en dat grijzige ding waar die gaatjes in zitten. Dat mogen zij ook gebruiken. En dat mogen ze omdat ze aan hele strenge eisen voldoen die Lego heeft wat betreft quality assurance. Die dingen die ondergaan een droptest van 1,80 meter, dat ze dus niet stuk gaan. Je moet er bij wijze van spreken op kunnen staan en een dansje doen en dat die niet stuk gaat. Ze hebben ook kwaliteit wat betreft de software die erbij zit. Dus het is heel erg moeilijk en zo'n ontwikkeltraject van zo'n sensor is echt soms wel 2 jaar, soms nog wel langer. Dus ik heb een aantal testsensoren, die heb ik nu al 2,5 jaar, 3 jaar. En die zijn nog steeds niet uitgebracht, omdat ze hebben die hele molen van Lego heen moeten de hele tijd. En Lego is heel erg strikt erin. Dexter Industries is een vrij nieuw bedrijf. Die heeft ongeveer 8 sensoren, maar die heeft hele, eigenlijk een beetje speciale sensoren. Dus die XB-sensor, een wireless protocol. Heeft ook een wifi-sensor, tenminste die komt heel binnenkort uit. Wat hebben ze nu? Die hebben een flex sensor, die hebben ook dat ding waarmee je 220 kan aansturen. Hele speciale sensoren eigenlijk wel. En ook de GPS-sensor. Die wifi-sensor die is erg tof. Ik had een webservertje geprogrammeerd op mijn NXT. Ik had er alleen maar een motor en een lampje op gemonteerd. En met Ustream had ik mijn webcam erop gezet en met Ustream opgezet. En met een leuke nat translatieregel op mijn router konden mensen direct op mijn NXT commando's uitvoeren. En het was echt heel gaaf. Ik heb in anderhalve week iets van 5000 hits op dat ding gehad. En dan zie je het motortje. Het enige wat ze konden doen is het motortje
vooruit, achteruit of stop zetten. Meer ook niet. En het lampje gaf een ander kleurtje afhankelijk van welke kant ze het op deden. Maar het is echt de ding dag en nacht. Toen ik het ook helemaal op mijn website had gezet, dat mensen ermee konden spelen, nou, dat is echt heel tof. En mensen uit Vietnam en Japan en weet ik veel wat, die zitten in mails sturen van hé, hey, ik speel met je en ik ding. Dus ja, dat is wel heel erg leuk. En die komt binnenkort, wordt die echt gereleased. En dan kun je hem ook vanuit je NXTG aanspreken. Dus dat is wel heel erg mooi. Dus, nou, Micro Infinity, Codatex en Vernier. En dan is ook nog een Frans bedrijf, Pop. Ik weet niet precies wat dat voor staat. Maar dat zijn echt de kleinere. Codatex die maakt wel een coole sensor. Dus, die maakt een RFID sensor. Dus dan kun je die tags tegenaan houden. En dan kun je uitlezen, kun je ze uitlezen. Micro Infinity, dat is dit ding hier. Dit is echt een mega nauwkeurige gyroscoop. Die kun je, daar zijn video's hebben ze gemaakt met dat ding. Dat die dus ook echt gewoon tekent. Een hele grote tekening met een Mickey Mouse kan die tekenen. Het probleem met gyroscopen is dat ze erg veel afwijking vertonen over een periode van tijd. Dat maakt het programmeren van een Segway ook best wel interessant, omdat op een gegeven moment denkt hij dat hij steeds verder vooruit of achteruit aan het leunen is. Nou, deze heeft, dat heet de drift rate. En dat is erg temperatuurafhankelijk en van alles en nog wat. Maar deze heeft een drift rate van 1 graden per uur. Dat is echt super laag als je nagaat dat de gemiddelde gyroscoop. Nou, hoeveel had jij op die... Ja, dat hoef je bij die dus helemaal niet te doen. Je vraagt gewoon van wat is je positie nu. En dat is volledig, eigenlijk nagenoeg drift free. Hij is ook wel wat duurder dan de andere. Maar het is wel erg leuk. Dus Vernier die maakt eigenlijk alleen maar een sensor voor al hun wetenschappelijke sensoren. Zoals pH-meters en hartslagmeters en weet ik veel wat. Ook erg duur. Dan is er nog eentje die ook zoiets maakt, ergens in de UK. Ik weet niet hoe ze heet. Maar Vernier is ook eentje die Lego gecertificeerd is. Ja. Hoe komt dat je programma binnen? Dat. Dus krijg je gewoon een datastream binnen? Nou, je kan... Dat is 10-bit. En als hij stilstaat, dan is de waarde misschien 600 of 620 of iets dergelijks. En als hij beweegt, dan gaat dat naar beneden of naar boven, afhankelijk van welke richting. Die Micro Infinity die is digitaal, dus die moet je via C uitlezen. Daar zijn gewoon functies voor waarmee je dat heel gemakkelijk kan doen. We gaan het later ook over houden wat ik met die sensoren doe. Maar je kan het gewoon uitvragen, net als een webpagina of weet ik veel wat. Je vraagt gewoon van doe mij eens waarde op die plek en dan geeft hij dat gewoon terug. Nou. Ik denk dat we misschien nu even een korte pauze. Ja, is goed. Dan ga ik zo meteen verder. Of wat ik er allemaal mee doe.